Wow. Oh. So good. Oh. Hm? Okay. Hallo lieve mensen, in deze speciale aflevering van Dat Kan Toch Niet Vegan ga ik 5 verschillende TikTok recepten proberen. Eigenlijk zijn het niet eens recepten, het is meer een soort hack. En die heb ik dus op TikTok gevonden. Ik heb geen idee waarom ik dit vandaag doe, want het is 15 miljoen graden. Dit huis blijft totaal niet cool. En alle recepten krijgen echt 10 milliliter zweet erbij. Dus dat moet je even van het recept afhalen als je dit zelf gaat thuis namaken. Ik heb helaas even geen cameraman vandaag, dus jullie moeten het met mij doen. Let's get started! Het allereerste recept is een Oreo mug cake. En daarvoor heb je slechts een paar Oreo's nodig en wat plantaardige melk. Doe je in een bekertje, een mok. Het is niet Oreo bekertje. Prakken en in de magnetron. That's it. Oh, mascara drijft toch gewoon af, man. Oeh, het heeft echt een cake structuur. What? Heup. Wow. Het is echt gewoon cake geworden. En fucking lekker. If I may say so. Ook nog helemaal van die zachte stukjes en harde stukjes. Als je dit nou gewoon eruit flipt en dan op een bordje serveert en met een beetje een chocolate drizzle en wat fruit of zo, ga je echt mensen mad impressen. Wie ben ik geworden? Mad impressen? Oké, ik ga nog meer recepten maken, maar dit is moeilijk te overtreffen. Oké, we gaan natuurlijk nog hele spannende dingen doen, maar ik wil rustig beginnen. Hè? Dat is prettig voor iedereen. Dus we gaan ijs maken. En daarvoor doe je een banaan in de vriezer. Ik doe het in snackjes, stukjes, soort partjes. Zodat het wat beter door de blender gaat. Maar dit doe je dus in de blender. Dit zijn 2 bananen. Beetje melk, plantaardige melk, als dat nodig is. En verder kan je eigenlijk toevoegen wat je zelf wil. Dus je zou bijvoorbeeld wat cacao eraan kunnen toevoegen om chocoladeijs te maken. Of pindakaas, of stukjes Oreo, of noten, of whatever eigenlijk. Wat jij maar wil, hè? Het is jouw feestje. En dan heb je echt vet lekker ijs. Dus wie deze tip nog niet kent, hier verbeter je leven met dit. Want dit is... Nou, de grote test, ondanks dat ik dit eigenlijk al 100.000 miljoen keer heb gegeten. Mmm, so good. Tip, steek het lepeltje niet in je keel. Ik zou zeggen, gebruik de banaan als basis en leef je daarna uit met alles wat jij dan ook maar kan bedenken. Door naar het volgende recept. Oké, volgende hack is voor als je echt in desperate need bent van plantaardige melk. En de supermarkt is dicht of... je bent gewoon te fucking lui om naar de supermarkt te gaan. Dan is hier de hack. Het enige wat je namelijk nodig hebt is notenboter. Bijvoorbeeld amandelboter. Of volgens mij kan het met elke boter. Notenboter. Daar doe je een beetje water bij. En dat gooi je in een blender. En voilà. Ik ben sceptisch, maar we gaan het proberen. Kijk eens. Oké, ik drink gewoon hieruit, want waarom zou je nog meer afwas maken dan nodig is, toch? Het is een beetje warm geworden. Het smaakt in ieder geval naar plantaardige melk. Ik bedoel, dit kan je echt prima gebruiken als je havermout maakt of een smoothie of weet ik veel, ergens waar je plantaardige melk nodig hebt. I like it! Noodsituatie, though. Oké, het volgende recept is denk ik mijn lievelings. En ik hoop zo dat het lukt. Want ik ga chips maken van pasta. Op TikTok deden ze dit met kikkererwtenpasta. Maar dat kon ik in mijn supermarkt niet vinden. Dus ik heb rode linzenpennen. Ik hoop dat het hetzelfde doet. Alrighty, ze zijn echt nog heel heet nu. Maar... Oké. Het is eigenlijk echt wel heel smaakvol. Het is eigenlijk echt wel heel lekker.
ik ben benieuwd hoe dit met kikkererwtenpasta is. Of het dan anders is of beter nog. Maar best wel een goed alternatief als je geen chips in huis hebt. En wel toevallig kikkererwtenpasta. Wie, Marije, wie? And then we going to make cookies. Met kokosrasp en rijpe banaan. Dit moet een heel makkelijk recept zijn voor Samoa's. Wat een heel bekend koekje is in Amerika, uit Amerika. Vooral bekend onder de Girl Scouts cookies. En die ga ik proberen na te maken. Echt zin in een warm koekje nu. Ik heb geen high hopes. Oh. Oh. Hm? Dit is eigenlijk een soort hele lekkere kokosmacaron. Alleen dan veel makkelijker en met geen gekke toevoegingen. En alleen maar banaan en kokos. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze zijn als ze zijn afgekoeld dan. Echt wel lekker. Ik vond dit super geslaagd. Ga je een van de recepten nadoen? Of misschien wel alle vijf? Doe eens gek. Laat het me dan eventjes weten. Tag me ook op Instagram. Dat vind ik vet leuk om te zien. Ga ik nu al mijn kleren uitdoen en op de grond liggen of zo? Want bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.